Yo gasten, FIFA Bouzy, welkom bij weer een keertje een FUTRAF Challenge. Samen met natuurlijk Jordan. Yes, ik ben er klaar voor. Ja, ik ook. We hebben natuurlijk super vaak video's samen gedaan de laatste tijd. Alleen de vorige 2 weken weer een tijdje niet. Nee. Maar vandaag doen we wel een leuke challenge. We hebben er al heel stiekem eentje opgenomen die echt nog lang niet online komt. Inderdaad. Weet je, hij komt op Jordans kanaal, maar Jordan gaat binnenkort op vakantie. Dus dan komt hij een keertje online. Maar dat weten we nog nu niet precies welke datum dat zal zijn. Maar hij wordt... Dat was echt een zieke video. Ja, ik hoop ook echt dat we deze drafjes gewoon op jouw kanaal ook kunnen krijgen. Ja, dat zou wel sick zijn. In ieder geval, de drafs die we op Jordans kanaal hebben gehad waren echt niet normaal. Zeker het checken waard. Abonneer trouwens ook even op mij en op Jordans kanaal natuurlijk. Mag je dat op de een of andere manier nog niet hebben gedaan. Wil jij graag FIFA Coins? Ga dan naar fifacoinsmarkt.nl en gebruik de code BOUZ voor ook nog eens een lekkere korting. Ja. Maar laten we maar beginnen. Wat we gaan doen is een zo hoog mogelijke draft proberen te krijgen. En elke special card telt als 1 punt. Dus stel we halen 190 draft met 10 special cards en we in totaal 200 punten. Dus daar komt het op neer. Easy. En wie uiteindelijk het meeste punten heeft dus gewonnen. Heel easy inderdaad. Heel easy. En als ze ook nog even allemaal lijken, het zou ook heel easy zijn. Het is gewoon heel simpel zo op een knopje. En dan gaat hij van grijs gaat hij naar blauw. En ik heb ook gehoord dat ze met 10 verschillende accounts lijkt. En dan hoor je, oké. Maar laten we maar beginnen. Ik ben ready. Ik ga mijn coins instorten. Een 15.000 coins, dat doet pijn. Ja, het is altijd wel balen. Ik doe ook gewoon met coins. Oh, nee. Shit. Heb jij een beetje opzet? Echt kutopstellingen. Nou, dan laat ik jou geruststellen. Ik heb ook alleen maar kutopstellingen. Ik heb een 4-4-1-1, 4-3-1-2, 4-1-4-1, 4-5-1 aan. What the fuck? Geen 1 met links en rechts buiten. Geen 1. Nee, ik ook niet. Ik heb 4-4-2. Dat is het beste wat ik heb. Ja, dat is, ja, ik ga voor 4-1-2-1-2 breed. Ja, ik kan niet anders. Nee, inderdaad, je moet wel. Ja, okay, let's go, denk dan hopen we dat we dan met aanvoerders mee eens krijgen. Inderdaad, let's go. Mag het zeker open. Ja, 3, 2, 1. Oh, 1, ik heb al geklikt. Sorry, ik ben een spelbreker. Ga ik ook snel klikken. Kom op. Oh nee, ik heb 91 Robben. Ik heb 89 Hiko. Ik heb 94 Messi, maar dat is echt dom als ik te kiezen. Ja, inderdaad, want daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Ik heb dan nog wel 91 Ibra, zijn inform. Oeh, Ibra. Nice. Ja, vind jij wel nice, hè? Oké, ik ga er gewoon voor. Ja, dan moet ik een soort ik ga van voor links, midden, Ribéry. En dan richt ik daar denk ik het minste schade mee aan. Ik ga net voor mijn spits, man. Ik ga ook voor mijn volgende beter spits. Beter krijg ik even een hoge rating spits. Hier mag ik niet over klagen. Wie heb je? 98 rated Lewandowski. Oké, dat is inderdaad prima. En ik koos net Ribéry. Dus dat is wel perfect. Ja, kan je mooi Bundesliga team maken. Heerlijk, ja. Zoals je ziet, ik krijg geen enkele Bundesliga speler meer. Dan word ik weer genaaid. Ja, maar dat is op zich wel een gok. Bundesliga, ja, soms wel, soms niet. La Liga weet je bijna altijd wel dat je 110k zal. Ja, dat klopt. Oké, volgende? Links midden. Ja, inderdaad, volgende. CAM, alsjeblieft iets goeds. En... Oké. Ah, ja, dit is perfect! Ah, shit! Heb je weer Bundesliga? Nou, ik zal je sterker vertellen. Ik heb 88 rated Thiago van Bayern München. Wow, dat is allemaal perfecte linkjes. Nou, ik hoef me niet meer te focussen op de Bundesliga. Hun hebben om 110 geest ook weer gefixt. En ben ik weer op een andere competitie. Fucking hell, shit! Oké, ik ga snel door naar voren. Oh, ik krijg nu ook Vidal. Spits, alsjeblieft, een hoge rating spits. En we krijgen... Oeh, dit is interessant. Auba. Oké, ja. Ja, nou, komt ook uit de Bundesliga. Dus voor jou perfect. In principe wel. Ga ik daarvoor... Ja, fuck it. Ga ik... Ja, ik wou net zeggen. Heb je inform of special card? 88 inform. Dus op zich wel heel erg lekker. En dan rechts midden even... Prima. Team of the season, Robben zou helemaal perfect zijn. En gaan we die krijgen? Nou, nee. Fabrikas. Het is op zich wel leuk, want we hebben allebei, ik ga voor Premier League, jij een beetje Bundesliga. Weet je, het zijn wel originele teams op deze manier. Ja, het is ook voor de eerst. Dus geen La Liga. Iets anders dan La Liga. Oké, CDM, het liefst wil ik hier een Legend hebben. Ga je waarschijnlijk toch niet krijgen. En let op, zilver. Ook Legend zijn ze altijd chill natuurlijk. Dit is echt wel heel prima. Kak, ja. Ga ik maar voor deze man. Timor, bijna je broertjes nou. Ja, klopt. Voor jou, dat je dat gewoon weet. Tuurlijk weet ik dat. Geen begon. Ja, oké. Rechtsachter ga ik voor. Ik ook, rechtsachter. Let's go. Alsjeblieft, geef iets goeds, geef iets goeds. En we krijgen hier... Carvajal? Ja, is dat goed? Ja, best wel. Ja, op zich prima. Ja, ik krijg Philip Lahn in vorm. Ik kan me voor geen meter gebruiken. Oh, die wou ik graag hebben, jongen. Ja, die wou ik heel graag hebben. Weet je wat? Ik ga er gewoon voor. Ik had veel beter voor Premier League kunnen gaan. Maar ik neem de gok. Ik moet gewoon rating hebben. Centerbackie? Oké, ik ga ook voor mijn centerback.
dit is... Kom op. Ja, is het goed? Shit. Ik ga wel voor deze kerel. Als jullie volgende zetten, denk ik La Liga. Anders ga ik huilen. En huilen in een hoekje. Joejoe. Ik heb wel La Liga. Oh, wat loop je dan te zeuren, jongen. Even kijken. Man. Is het verstandig? Ik ga voor... Ik heb twee opties. Nee. Shit. Ja, want je moet natuurlijk ook special cards hebben. Want daarmee krijg je ook punten. Ja, en ook teamgeest. Ook niet onbelangrijk. Ja, sowieso. Dat is misschien wel het belangrijkste. Teamgeest en special cards. Oké, linksachter. Ja, op zich ook prima. Hoeveel spelers heb jij nog in je baas zelf? 1. Oké, ik ook. Keeper nog? Keepertje. Ja, yep. Inderdaad. Helemaal mee eens. Gaan we voor keeper. En als jullie iemand die linkt. Dit is. Linkt dit? Ik hoop het niet. Ik heb hier wel iemand die linkt. Oké, ik heb wel. Het probleem is, ik heb best wel een geinig teampje. Oké. Ik heb zeg maar best wel bijna 100 teamgeest. Ja, ik op zich ook wel. Maar hoeveel beoordeling heb jij nu? 86. Dus dat is best wel een probleem. Oké, het scheelt weer. Ik heb 87. Dit gaat echt what the fuck? Een stuk minder goed als de vorige weer drap. Maar ik heb zeg maar ook 4 special cards. Oh, echt? Ja. Oké, dan hou ik nog even geheim hoeveel special cards ik heb. Dat is best wel een probleem. Maar dan hoop ik voor jou dat je er nog wat op de bank krijgt. Want anders ga je niet. Oké, reserve spelers, doe het voor me. Eerst meteen even de goede. En we krijgen in ieder geval een special card. Ja, ik ook. Dus Insigne, nice. Dat is te doen. Maar we willen hooggerated Bundesliga special cards krijgen. En die krijgen we niet. Nee, beter niet. Ik hoop het in ieder geval niet. Volgende. Wacht nou. Ja, hier kan ik wel mee daar. Leven. Hoppa, 110 race, toppakee. Oh echt? Nu al? Wat? Got him! Oh man. Oh, ik krijg nog en nou gaan we legend. Alleen maar voor die hoge ratings. Jij gaat alleen maar legends, jongen. Ja, echt bullshit. Dat trapt ook al. Dat is wel super chill. Hop, weer een special card. Man, ik hoop dat jij niet veel special cards gaat krijgen, anders zou ik echt pakken. Oh, nice. Ik hoop alleen nog maar special cards. Hazard 94, kan ik ook goed gebruiken. Als ze mij... Oh, kut. Wat? Kut. Heb je... Zilver. Karma. Echt elke keer zilver. Nice. Echt karma is dit. William. Oké, volgende speler. Special card. Ja. Nice. En dan de hoge ratings. Ja, op zich. 88 is best hoog, hè? Ja, dat is op zich prima voor op de bank. Ik weet niet of je hem kan gebruiken of niet. For fuck's sake. Ik heb ook zilveren nu. So. Ik heb nog geen Messi en geen Ronaldo gezien. Dus als je nu niet. Hier... Ook niet. Company, op zich nice, in vormversie. Ik ben echt bang dat deze draft me zo hard gaat naaien. Ik hoop het. Kom op. Special cards, hallo. Hazard, 94. Jij hebt ook 94 Hazard, hè? Ik had ook 94 Hazard, inderdaad. Ja, natuurlijk wil je liefst een team of season, maar op zich is het ook wel nice. Ja, maar ik heb echt nog geen Ronaldo'tje en geen Messi gezien. Dat vind ik heel apart. Ja, dat vind ik echt heel apart. Krijg je altijd wel eentje, wel in ieder geval in de puntdraft. Nou, geen één. Ja, dat is dan weer jammer. In ieder geval, ik ga wel lekker hoor, want ik heb behoorlijk wat special cards. Kijk, dit ziet er goed uit, kom. Oehoehoe, Messi, ja daar ben je, schatje. Ja. Hoeveel spelers heb je trouwens nog op de bank? Hero Messi. Ik heb Hero Messi. Oh, oké, nou prima. 3 spelers gaan. Oké, nou ik ben net klaar op de bank. Dus dan wachten we nog even af welke spelers jij gaat krijgen voordat we ons team goed gaan maken. Kom op, special cards. Geef me special cards. Nee, heb je niks? Vervang zeker special cards. Lekker voor je. Nog 2. Dit ziet er goed uit. Kom op, legend. Nee, weet legend? Je niet. Legend? Special card, oké. Goed. Laam, inform Laam. Interessant. Heb je? Lukken, dan heb je hem uiteindelijk dus ook daar. En nog een laatste is een keepertje. En wel dat je nu een legend gaat krijgen. Nee, geen legend. Maar wel een 95 rated team of the season again. Joran. Qua rating wel chill. En natuurlijk een special card. Nou, we gaan in ieder geval nu ons team goed maken. Manager toevoegen. En dan zien we jullie zo meteen als dat is gebeurd. A few moments later. Nou, we hebben ons team helemaal goed gemaakt. Dus we hebben nu beoordeling, aantal special cards. Dat gaan we allemaal bij elkaar optellen. Jij zegt het goed, maar ik zie wat anders. Kutzooi. Ja, is ook nice. Oké. Is echt niet heel mijn chill. Team is op zich ook niet heel goed. In ieder geval, ik heb 88 beoordeling. Wat is jouw beoordeling? Ja, niet grappig doen. Wat is jouw idee? Heb je 88 beoordeling? Ik geloof je helemaal geen zak van, maar ik heb 89. Oh, echt? Ja, nou, kijk, ik heb serieus 88. Het is niet al te best. Maar ik heb wel 100 teamgeest. Je zal wel zien tijdens de editing. 88 teamgeest? Nee, 100 teamgeest. Wat dacht jij? Jammer, ik ook. Oké, dus dan heb ik nu 188 en jij hebt 189. Maar ik heb heel veel special cards. Ja, dat is wel en, ja, echt best wel veel. In ieder geval, dat denk ik zelf. Ja, zullen we even... Heb jij boven de 15?
Nee? Nee. Dan hoef ik niet eens door te vragen, want dan heb ik zelf gewonnen. Waarom? Ik heb 18 special cards. 18? 18. Ik heb 10 in mijn baas zelf en 8 op de bank. Heb jij gewoon 5 geen special cards? Alleen zeg maar je reserves. De rest is allemaal special cards. Ja, inderdaad. Ja, ik heb dan 4 bij reserves en mijn keeper is niet special. De rest zijn allemaal special cards. Inderdaad. Hoeveel special cards had jij dan? 12. Oh ja, ja, dat is inderdaad. Fucking 12? 12? Wat? Ja. Gewoon 12? Gewoon zeg maar. Ik... Dan heb ik er 206 vertrapt. 201. Ja, jij hebt 201. Nou, ik vind het mooi. 201. Dan heb ik gewoon gewonnen van Jordan. Nice. Ik kan wel van jou winnen. Vorige serie heb ik gewonnen. Dit win ik weer. Ik win tegenwoordig alles van jou. Ja, ik snap het niet meer. Ik snap mijn leven niet meer. Kut, nice, dit is echt perfect. Nee, maar het is best apart, toch? We hebben allebei een mindere draft. Op precies hetzelfde moment. Ja, klopt. En terwijl dat we de vorige draft allebei een supergoeie draft hadden, dus... EA, jullie zijn rigged. Misschien jullie gewoon een stelletje falen. Ja, inderdaad. Zit EA op afstand gewoon ons te nakken. Dat ze dus nu te lachen. Ja. Ze zijn de video aan het opnemen. Klopt. Mongols. Ja. Maar dit was het in ieder geval voor deze putdraft challenge. Vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten. En natuurlijk, tot slot... Ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!